de open dag die Omroep Flevoland in kader van het 30-jarig bestaan organiseren, is door vele mensen bezocht. Ja, zelfs uit Harderwijk. Direct na de opening stroomden de eerste gasten al naar binnen. En konden ze genieten van live muziek en natuurlijk een lekker bakje koffie met wat lekkers. Daarna door naar binnen, waarvan alles te zien was. Op de redactie werd uitleg gegeven van de werkwijze van de zender. Ja, er werken meer dan 70 medewerkers bij Omroep Flevoland. Natuurlijk niet allemaal tegelijk, hè. In de weerstudio konden bezoekers zien hoe het weer wordt gemaakt. Fantastisch. In een andere studio werd uitgelegd hoe men werkt met een groen scherm. Zo stond je bij een ramp en met één klik midden in Parijs. Het is toch ongelooflijk? Of je kon in gesprek gaan met een van de presentatoren. Zelf in gesprek gaan met de baas was mogelijk. Een geweldige open dag dus, waar wij als kijkers verbaasd van waren van de grootte van de zender. Wat een gebouw met prachtige studio's voor radio en televisie. Wij van Spanaïs TV feliciteren jullie met het 30-jarig bestaan. En bedanken jullie voor de gastvrije open dag. Groetjes uit Harderwijk van Spanaïs TV.